Ik ben Darlene Westmaas. Wat ik doe, wat bedoel je? Dagelijks leven? Ja. Nou, ik werk met de voorschoolse educatie. Dat is een kinderen, dus ouders die kinderen hebben van 0 tot 4 jaar, stimuleren ze toch op de spelende wijze, door middel van huisbezoeken, dat ze ook naar de wijkcentrums kunnen komen, dat ze ook toch bijvoorbeeld, we doen heel vaak met het voorlezen, verhaal vertellen, en noem maar op heel veel, dat ze ook naar de peuterspeelzalen kunnen gaan. Want heel veel van onze autochtone mensen, ze blijven thuis bij de kinderen tot als ze pas 3 jaar zijn, of 4 jaar, en dan hebben ze al een, noem maar, taalachterstand. En dat willen we best wel vermijden. Oké. En waar ging het verhaal over wat u vertelde? Het ging over een Nancy met de teerpop. Want Nancy, ja, die zag die vruchten en die had zo zin in de vruchten. Kijk, je kan niet gewoon naar de koning gaan en vragen of ik vrucht of fruit wil hebben. Dus hij heeft het toch op een andere manier aangepakt. En ja, het was bijna zijn dood geworden. Hè? Maar uiteindelijk, zoals altijd, is een heel slimme spin, heeft het toch de koning witte grazen genomen. Morgenochtend 6 uur. Oké, ja. En, toen ik klein was, hadden we ook thuis een boek over een banaansie. En ja, we lazen altijd erin zo. En eigenlijk vind ik dit ook een van de leukste verhalen.